Pindakaas is gevaarlijk. Hallo iedereen en welkom bij mijn nieuwe video. Zoals jullie zien ben ik hier niet alleen. Nope. Ik heb vrienden. Yay! Vriend. Sad. Vandaag ben ik hier met Lori BXL. Ja. Zij heeft ook een YouTube channel. Dus zeker gaan subscriben. Ik zal haar in de beschrijving linken. En vandaag hebben wij een super leuke video gepland. De fameuze ultieme pindakaas taste test. Oké. Dus we hebben hier 8. Dus we hebben hier 8 soorten pindakaas. Sommige al wat bekender, sommige wat exotischer. We hebben appeltjes, bananen en rijstkoeken. Dus hier gaan we. We gaan geen verdere woorden verspillen. Waar beginnen we mee? I don't know. Je bent de gewone pindakaas van de Deleuze. Spannend. Oh, eindelijk. Wij kijken er al de ganse dag naar buiten. Nee, dat is een laai. Al een week bijna. Maanden. Wij eten pindakaas met vork en mes. Cheers. Cheers, hè. Ja. Ik vind dat wel lekker. Het smaakt heel erg naar pindakaas. Hoe durf je dat te zeggen? Ik vind de textuur goed. Dus niet te zoet. Maar de ingrediënten zijn wel niet zo. Het is pinda's, maar 76%. En dan is het zonnebloemolie, dextrose, whatever dat is. Gehard palmvet. Palmvet. Van palmbomen. Van palmbomen. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Yeah. En er zit zout in. Dus allez. Maar ik vind het goed, maar niet wauw. Ik geef een 6. 6,5. Next. Deze heb ik gevonden in een Engelse winkel. Dus ik denk dat die van Engeland is. Oké. Het ziet er wel Engels uit. Ja. Ja, dat is de kleur is al meteen anders. De kleur is anders. En zo, daar zitten er korreltjes in en hier niet. Oké. Ja. Hoe komt zo'n smaak erna? Oeh. I like. Ik vind hem zo'n beetje onnatuurlijk smooth. Onnatuurlijk? Het staat er wel op dat het smooth is. Smooth, zoutig. Maar ik vind hem te smooth. Dat is niet zo mijn ding. Ik geef het een 7. 7. Ja, ik ook. Jij 7. Ook 7? Pak die jongen, dat is een toffe. Oké. Okay. Het moet tof zijn in het begin, anders klikken ze weg. Dit is de Whole Earth Smooth is het Peanut bio? Butter. Het klinkt bio al sinds. Ja. Het zal wel beter. Wow, en dat is echt een andere kleur ook. Ja, dat is keil. Heb je dat gezien? Die kleur, die kleur, dat is... We hebben daar nooit aan geroken. Ja, ik wel, geen niet. Sorry. Amai, die ruikt echt raar. Amai, die ruikt echt raar. Ik denk dat de textuur ook anders gaat zijn. Harder, hè? Doe mij. Ja, zie, dat is harder, hè? Allee, cheers. Oei. Dat is moeilijk door te slikken. Dat is lekker droger, zo. Dat blijft zo. Ja, maar dat is echt zwaar. Dat is echt droger. Hier zitten 96% pinda's in. Amai, ja. Palmolie, maar duurzaam. Ik weet niet of ik dat geloof. Lol. En dan wat zeezout. Dus er zit wel geen suiker in op zich. Wat vond je? Ik geef het een 5. Ik een 7. Ah, amai. Ja. Oké. De Albert Heijn smeuïge pindakaas. Dus die zit er al veel meer uitgelegd die van de Deleuze. Wacht. Ik vraag me af hè, of dat dan niet gewoon uit dezelfde fabriek komt. Zou kunnen. Maar dan heb ik dubbel zoveel geld uitgegeven aan... Kijk, de ingrediënten zijn exact hetzelfde. 76% pinda. Zonnebloemolie. Ja. Dextrose. Ja. Gehard palmvet. Ja. Zout. Ja. Exposed again. Maar het is een beetje... Deze is meer gelig. Alhoewel... Nee. Wow. Wow. Ja. Proef jij een verschil? Het ziet er toch echt hetzelfde uit. Wow, deze is wel smeuiger, hè? Ja. Van de lijst. Maar ja, jongen, misschien nog veel gemakkelijker voor. Misschien hebben ze ander palmvet gebruikt. Ik vind die beter. Ik ook, maar hier proef je echt dat dat zo'n fabriek zo is. Dat dat zo gemaakt is. Allee, zo... Ja, dat is gemaakt. Fake. Die van de lijst een 6 gegeven. Ik heb een 6,5. Dan ga ik die een 6,5 geven. Oh, dat is iets beter. Ah, shit. Ik wil die geen zeven. Weet je, 6,8. Oh, Calvé? Ja. Calvé. Ik denk dat dat een van de bekendste pindakaas is. Dat is de enige dat ik ken hier. 85% pinda's, plantaardige olie, raapzaad, soja, volledig geharde palm. Dat. Ah. Dat is... Dat vind ik toch raar? Totaal niet echt pindakaas, hè.
Dat ruikt naar chips. Ruik eens. Welke? Kaaschips of zo. Dat is toch vegan? Ja, dat smaakt niet naar pindakaas. Nee. 4 op 10. Ja, 4,5. Alhoewel, vind je echt niet goed. Ik ga je misschien al een 3 geven. Oei, ik heb echt al 3 kwartier niet in de camera gekeken. Ik kijk heel tot naar. Oh shit. Dat is van de Calvé. Maar dit is een special edition. Karamel en zeezout. Zeezout, oké. Okay. Nu ruik ik al aan de koekje. Hij smakelijk. Smaak ook. Mmm. Wow, wacht, wow. What the? Wat gebeurt er in mijn mond? Wow, wacht, niet serieus. De smaken veranderen echt, hè. In het begin vond ik het, verrassend lekker en daarna... 75% pindanoten, plantaardige olie, zonnebloem, volledige harde palm, suiker, dextrose en zeezout. Oei, en maltodextrine, bruine suiker en natuurlijk aroma. Oei. Het geeft zo'n karamel gezegd. Nee, dat zijn die natuurlijke aroma's waarschijnlijk. Ik smaak geen zeezout. Naar het einde toe, ja. Ja, naar het einde. Dat zijn die natuurlijke aroma's, die zijn waarschijnlijk genetisch gemanipuleerd. 5. Oké, nog 2. Dus dit is de klassieke Albert Heijn pindakaas. Niets dan pindas, naturel. Dus zonder stukjes. Maar de ingrediënten, pindas. Punt. Nee. Maar oké, ik ben echt benieuwd. Oké. Amai, ruik daar eens aan. Oh, het is echt heel pindakaasie. Dus de textuur is heel lopend. En op zich, als je dat over iets giet of zo, is dat wel handig dat dat zo lopend is, toch? Over iets giet, zoals wat? Hazelwafel. Oeh, ik vind die wel lekker. Een kook. 8. Wow. Damn, girl. En puur pindas. Ja, maar geloof je dat? We zijn bij de laatste. Yes, spannend. Finally. En wat voor een. In mijn delijze hier stond er een Amerikaanse rekplot. Plots uit het niets. Dat was daar plop, plop, plop. Ze hadden daar creamy Reese's. Dus daar gaan we van proeven, hè. Ja. Laten we proeven. Wow, ik ruik al... Ik ruik dat ook al van hier. Smakelijk. Wow, dat smelt meteen. Dat smelt echt in uw mond. Dat is weg. Dat is gewoon weg. Ik proef niet meer nieuw. Maar ik vind dat hij zo wat een bitter of een zuurig kantje heeft ergens. Ja? De ingrediënten. Geroosterde pindas. Bevat 2% of minder van suiker. Gehydrogeneerde plantaardige olie. Zout. Pindaolie. Monoglyceriden. Melasse. Magena. Wow, daar zit veel in. Maar op zich... Maar ik denk dat ik het lekker vind. Maar, en je mag die niet laten beoordelen doordat het Amerika is, hè. Ik vind je 7,5 veel. 6. Welke denk je dat het duurst is? Deze? Nee. Deze. Nee. Ja, dan is deze duurste, hè. Ja. Raad je zoveel? 4,30 deze. 4,80. 4,78. Euro. Dat is potpindakaas. Maar dus welke vind je het beste? Oh. Oké, gaan we het aantonen? We gaan het aanwijzen. 3, 2, 1. Oh my god! Dat is toch straf, hè? Dat is de beste. De goedkoopste. Is dat de goedkoopste? Ja. Ah ja. Die heeft enkel pindas als ingrediënten. Ja, de winnaar is... We gaan eens proeven. Ja. Huppla. Snel. Nu slikken. Max. Te veel pindakaas. Pindakaas is gevaarlijk. Ik zou zeggen, ik heb even genoeg van pindakaas, maar dat is eigenlijk niet waar. Oké. Dank u Lijs om mij uit te nodigen. Dat is graag gedaan. We gaan ook een collab op haar. Wacht, beloof dat nog niet. Nee, we gaan dat wel beloven, jong. We gaan ook een collab op haar channel filmen. Wanneer dat die online komt, dat weten we niet. Oeps. Dus ga zeker subscriben. Yes. Laat ons weten welke dat uw favoriete pindakaas is. Hè? En misschien zien we Lori nog wel eens terug. Dus dit was onze taste test van pindakaas. Hopelijk heb je ervan genoten. Laat ons zeker weten, als dat zo is, in de comments. Subscribe, comment, like. Bye. Tot de volgende. Gaan we zo eindigen. Bye. Bye. Bye.